Als er in Woerden windmolens gaan worden geplaatst, komt Lijst van der Does daartegen in opstand. Chris van Iersel van die partij liet een krachtig tegengeluid horen tijdens een vergadering over welke rapporten zouden moeten worden gebruikt voor onder andere het opstellen van een regionale energiestrategie. Het gaat er natuurlijk om, hè, als je windturbines gaat plaatsen en zonnevelden gaat aanleggen. Dat heeft behoorlijk impact voor ons mooie buitengebied. En daarnaast zijn windmolens die zijn niet vogelvriendelijk en insectenvriendelijk. En dat geldt zeker ook voor zonnevelden. Want als je kijkt naar de weidevogels en dan met name de grutto en de kieviet en andere weidevogels. Ja, die broeden niet op zonnepanelen of daaronder. Maar die broeden op weides. Nou, en als je die zonnevelden gaat aanleggen, dan wordt het dramatisch voor onze weidevogels. Maar goed, dat geldt ook voor de windturbines. Er is een Duits onderzoek geweest, hè? En ja, de turbines die kleven van de insecten die daar hun dood vinden. Nou, en het is bekend, hè? Het gaat heel slecht met onze insecten. De afgelopen 20, 25 jaar 75% van de vliegende insecten, en die komen in aanraking met de windturbines, die zijn we kwijtgeraakt. Maar elektriciteit door windenergie of door zonneparken opgewekt zou een schone manier van energie opwekken zijn. Volgens mij gaan die insecten toch ook dood aan CO2 of andere schadelijke stoffen? Nee, dat is wel zo. Maar kijk, ik heb ook gezegd, hè, wij moeten ons stevig inzetten voor duurzame energie. Maar waar dan? Ja, er zijn op het ogenblik ontwikkelingen op allerlei gebieden. En we moeten niet overhaasten en zeggen, nou laten we die besluiten maar nemen en laten we dat gaan doen. Want over een aantal jaren, dan zeggen we, dat hadden we nooit moeten doen. Want de ontwikkelingen die hebben ons ingehaald. En dan hebben we ons mooie buitengebied hebben we verkwanseld. En dat zou zonde zijn. Treffen we Lijst van der Does dus op de barricade als er straks in regionaal verband gaat worden gesproken over waar dan die windturbines zouden moeten komen? Of waar die zonneparken, die velden met zonnepanelen, zouden moeten worden aangelegd? Jazeker. Ja, dan gaan wij de barricades op en dan vinden ze ons als voorvechter om het niet te doen. Het is nu te vroeg om te roepen van dit willen we niet, maar we moeten ook de feiten onder ogen zien. Feit is dat Nederland, wij van het aardgas af moeten. Dat we dus de fossiele brandstoffen langzamerhand gaan afbouwen. Daar hebben we trouwens nog best wel veel jaren voor. Maar we moeten met open ogen naar de toekomst kijken, de feiten onder ogen zien. En mijn stelling is, dan zal er een soort mix komen van wind, zon, energie uit water, uit de bodem, uit biogas. En misschien verzinnen we nog wel nieuwe dingen. Daar moeten we een goed debat over hebben, een goed politiek debat. Want dat zijn keuzes die je kunt maken. Misschien iets meer van het een, iets minder van het ander. Maar het is onontkoombaar dat we ook in 2030 en in 2050... het nog warm willen hebben en dat we nog willen dat het licht brandt 's avonds, anders kunnen we niet eens meer vergaderen. De provincie heeft daar natuurlijk nogal wat over te zeggen, over hoe dat gaat met die energietransitie. Althans, als het gaat om waar moeten bijvoorbeeld windmolens komen en hoe zit het met zonneparken, zonnepanelen die in de weilanden worden neergezet. En aan de andere kant is er ineens ook dat Forum voor Democratie wat daar toch wel zijn vraagtekens bij heeft en wat misschien toch nog wel eens flink op de rem kan trappen. Of verwacht u dat niet? Dat gaan we zien, hè, of Forum in de provincie ook echt gaat meeregeren. Dat lijkt me voor die partijen nog wel een hele uitdaging. En ja, kijk, je kunt wel, maar daar even op de inhoud in te gaan, hè, je kunt wel net doen of dat klimaatprobleem er niet is. Maar dan is mijn boodschap, dan zit je in 2030 of 2040 zit je met een aantal mensen in de kou. En volgens mij is dat niet wat we willen. We zullen toch echt de realiteit onder ogen moeten zien. En nogmaals, de boodschap is ook, we hebben daar best nog wel tijd voor. Dus laten we ook dat debat in alle rust voeren. En het is goed, hè, om mensen met verschillende meningen, om dat eens goed met elkaar uit te spreken. Maar laten we beginnen bij de feiten. En dat doen wij in U10-verband, dat doen we in Woerden ook. Wij beginnen met een goed rapport waar de feiten in staan. En dan zie je de dilemma's wel op je afkomen. En daar gaan we het wel over hebben de komende tijd. Volgens De Weger is het nog veel te vroeg om nu al de barricade op te gaan en een mening te bepalen.
Eerst maar eens zien wat er allemaal mogelijk is en hoe dat voor Woerden uitpakt, zegt hij. Dat er wat moet gebeuren staat voor De Weger vast.